Ja, mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2017. Dit wordt aflevering 4 alweer. Dat gaat altijd hard eigenlijk, hè. Net als je tijd hebt, een keer zo doen. Nou, ik moet ook gewoon werken, hoor, maar ik vind het gewoon leuk om te doen, dus dan lekker mee door. Ja, met de vorige aflevering zag ik dat ik bij mijn favoriete velden, mijn favoriete boertje, weer een nieuwe opdracht had. Dus die gaan we vandaag lekker doen. Dan gaan we lekker onze pick-up zetten. En dan gaan we daar even naar de stal toe rijden. Want volgens mij waren dat bittere rooien. Dus het is al mijn favoriete boertje. Dan gaan we eens even kijken. We hebben een half uur. Om 1 hectare te oosten. Hij is nu 68.000. We gaan het gewoon doen. Hé, hey, hou mijn pik stap in de weg, zoals gewoonlijk. Ik ga wel GPS aanzetten. Want dat vind ik wel lekker rijden eigenlijk. Ik zet hem niet op automatisch parcours, maar ik wil gewoon even een guideline hebben. Dat rijd ik zelf nog helemaal. Ja, het het is niet het leukste weetje dit. Maar ik ben benieuwd of het veld gekocht wordt. En het geld kunnen we ook gebruiken om in het veld te kopen. Weet je wel, dan kun je voor 13.000 of zo. Nou ja, dan kun je in ieder geval toch wel, moet ik zeggen. Nou, de bakbeesten draaien. Wat een werk altijd. We slaan wel een rij over. Dan zijn we zo lang bezig met draaien en keren en steken. Ik zou zeggen dat het best wel gaat. Het is niet zo goed dat het zit. Ik hoop dat al mijn audio instellingen nou een beetje goed staan. Want ik heb mijn date in het overlopen flitsen. En anders moet ik ook in mijn videobewerkingsprogramma maar bij zien te werken. En daar ben ik nog niet zo heel goed in, maar dat doen we dan prima. Moet er eerst beginnen. En, alleen dan een lek die dan hoor. Als ik de GPS niet had, dan was ik nou crisscross aan de rij. Maak het helemaal niet dat tijd besteed. Ik hoop dat jullie mijn video's een beetje leuk vinden. Gaan vinden. Om een beetje iets te ontdekken, maar. Ik hoop dat ik een beetje leuk doe. Een beetje interessant. Als jullie tips hebben, laat het me weten in de comments. Dus even richting nog ook. En vergeet niet vooral te liken en te abonneren als je het leuk vindt. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Dan kun je zien wanneer ik een nieuwe video erop zet. Want ik hoop toch bijna elke week wel een stuk 4 of 5 op te zetten. Als de tijd toelaat.
een idee kan verzinnen. En af en toe een livestream. Als je hier naar komt kijken, maar wordt het extra geweldig. Dan is de beeldkwaliteit iets minder volgens mij. Hoeft het niet te plezier te drukken. Kan het ook gezellig zijn. Misschien krijgen we hier nog wel een leuke tijd om ons voor. Nou, we zijn pas gehalve weer uit. Ik weet het niet waar ik de tafel lopen. We zien het wel wanneer we klaar zijn. Opslag begint hier wel vol te raken van deze wagen. Het is toch knap dat ze zo hele veel ten één zo opslag krijgen. Heel bij. Het is leuk geweest als man dat die ene boer eraan kwam waar het voor doet dat hij het kan liggen. Dat zou helemaal grappig zijn. Dat is beter kunnen doen. Van hey, goed dat je me helpt, ik kom hier afleiden. Veel realistischer natuurlijk. Ja, dat is, hebben ze er niet in gedaan. Het zal wat even werk gekost hebben ofzo. Maar ik vind dat ze het heel verbeterd hebben dan 2015. Heel een stuk verbeterd. Ik hoop dat ik hier net zoveel uren in kan spelen als in 2015, want daar had ik bijna over 400 uur of zo. En dat vond ik toch wel vrij veel. Volgens spel. Dat er wel leuke mods uit te komen. Die een beetje handig zijn. Er zijn er al een hele hoop uit gebracht. Er zijn nog veel meer. Binnenkort nog een beetje bosbouw gaan doen. Met de FDR-pack. Enkeling achter is. Ja, dat is te verwaarlozen. Er bleef de hele rij open staan. En daar is laat van over in. Nou, pak je een klok nog gewoon mee. Dat is helemaal ideaal. Ik kan nou, we moeten nog 1, 2, 3, 5 rijden. Ja, 5 rijden. En dan nog 16 minuten. Nou, dat gaan we wel redden. We gaan het redden, maar elke minuut telt. Of 100. Dat weet ik wel.
Ik denk dat we dit veld nog even gedaan hebben. Ja, dan hebben we nog wat tijd over. Dan gaan we denk ik even nog even bij de dieren op schoon maken. Bij de koeien en de schapen. Voor mij moet dat nodig ook weer gebeuren. Ik heb dat al een tijdje niet gedaan. En dan gaat de productieve tijd voor een stuk naar beneden. En dat moeten we niet hebben. En in de livestream kwam ik erachter dat de wol toch wel heel veel oplevert. Kijk, dat is toch weer 15.000 verdiend. En nou is de vraag. Nee, het wordt niet minder. Jammer. Dus er zit er wel een limiet aan. Nou, dan gaan we nou eens even bij de schapjes kijken. Even kijken, wat is het snelste? Ik denk gewoon die weg. Maar toch, je blijft niet uit. Ik wou dat veld eigenlijk kopen, maar ik zag dat het nog een missie was. Als we dat van tevoren even allemaal fertilizen, dat kost ons geen geld. En ik kan geen fertilizer kopen als het goed is. Dat is mijn berekening niet even klopt. Sneaky weggetje naar de schapen toe. Ah, sneaky, helemaal niet. Even een landweggetje. Dan kunnen ze kijken hoe bij de schapen voor staat. Ja hoor, met 100 over een landweggetje. Waarom niet? Dat kan allemaal. Kijk, dat is wel. Oh, is dat daar zo? Ik had het gebruikt om pallets te laaien. Oh, kijk, er staat al eentje. Oh, hier en dan bij de koeien nog even schoonmaken. En dan. Nou, ik zal het even zien. Oh. Ja, niet om mijn stappen gas te letten. Ik had er geen zin om balen van te maken. Ja, maar de grond van de schapen. Sorry. Ja, dat is hier mooi schoon. En dan kunnen we meteen terug in de voerbak gooien. Ja, dat moet het wel netjes op eten. Wordt je niet eten. Nu is het schaap ook weer schoon. Water is ook nog genoeg. Nu is dat ook nog leuk. Nou, bij de koeien kijken. Oh, niet heel erg moet ik zeggen. Zo'n beetje. Oh. Dat had ik niet door dat ik er al tegenaan zat. Oh, ik heb verkeerd afgekoppeld. Stom. Ja. Ik moet voor je wagen afkoppelen, maar niet van bucket.
gewoon slapen. Ik ben er net geweest. Sorry. Dat ik er meer zetten zit. Voor onze equipment. Die trekken kunnen we helemaal kwijt. Ja. Nou, oké, jongens, dat was dan weer een aflevering van Farm Simulator 2017. Aflevering 4 voor mij weer. Ja, we hebben bieten gerooid. Onze missie heeft even al wat geld opgeleverd. We hebben de koeien even opgeschoond in schapen. Zodat dat weer eens goed is, 100% is. Kijk, ja, helemaal mooi. Dat is allemaal goed. Prachtig, we hebben alleen nog kracht voor nodig. Maar dat komt zelf wel. Nou, bedankt voor het kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren. Zoveel mogelijk op elke video's en streams. En dan hoop ik jullie graag weer te zien bij de volgende aflevering. Doeg!